mensen terug. Succes. Als jij gaat bellen, Lisa, ga die man aanrijden. Akkoord. En de junior vrouwen, nieuwelingen, meisjes, kom alsjeblieft tot aan de tent van EHBO. Dan kunnen jullie ook zometeen gaan starten voor jullie districtskampioenschap Noord. 47 nieuwelingen aan die vertreklijn hier. Hier Janke van Echter, sta je me nu wel? De huurlingen gaan dus bij het koplet van de huurlingen die hierbij zitten, ook daar gaan we de bel voor luiden. Dus de koplopers in de sportklasse en de koplopers van de huurlingen, daar hebben we de bel voor geluid voor de laatste ronde. Laatste ronde hier voor het peloton. Vijf van bij de nieuwelingen hebben op kop en hier zitten de nummer 6, 7, 8, 9 en 10. Laatste ronde dus voor hem. En hier zitten ook de twee koplopers in van de dames. Want ik zie hier achterin zie ik de laatste ronde voor de Tom Schacht zou nog een lichte voorsprong hebben. Is dat zo? Heel in de verte zien we ze aankomen. Tom Schacht. We zien hier achterblijvers die mogen stoppen, jongens, jullie mogen staan. Daarachter zien we Tom Schaft, het is Goeree, jullie mogen de race bijgen. Tom Schaft, de tweede met de Nederlands kampioenschap tijden. Goeree, Tom Schaft, Tom Schaft is de winnaar. Tom is Goeree, en die met de derde, de Stef Goeree, die hier bij de wedstrijd in de nieuwelingen. Jongen, tachtigduim. De peloton nieuweling in de finishstraat. We zitten dus niet onder de lijn. De jongens die verder hier zien we de rest van de nieuwelingen die hier over de meet komt. En dat betekent dat we in afwachting zijn van de nummers 1 en 2 van de dames nieuwelingen. Dan gaan we naar de nieuwelingen. En dacht ik in mijn onwetendheid dat het
Tom Schacht was, maar het was natuurlijk de man van de peddelaars Brian Verree, die eerste rit voor de man van de wielersportvereniging Emmen, Niels Verree, en de altijd goedlachse Stef Krul, die de bronzen medaille had. Deze drie jongens zie ik graag naar voren. Kom op, boys. De bronzen medaille voor de man van de wielervereniging Olympia uit het mooie Heerenveen. De man die uitermate sterk seizoen al rijdt, Stef Krul. Hij hier de bronzen medaille. Ga naar de tweede, de man die vorig jaar districtskampioen werd in zijn klasse bij de nieuwelingen. Dit keer moet hij genoegen nemen met de tweede. Maar hij heeft gestreden voor de zilveren medaille voor Niels Goeree. Maar de gouden medaille is voor de man van de peddelaars, de jongen aan Brian van Ree. En dan geven ze natuurlijk een groot applaus. Brian van Ree, Niels Goeree en Stef Krul. En de bloemen zijn er voor de nieuwelingen. Natuurlijk voor Stef Krul. Niels Goeree. En natuurlijk voor de man met de golden medal, Brian van Ree. De goedlachse Brian. Kan het eigenlijk niet een stuk. Hartstikke mooi, jongens. Daar zal ik zo blij mee zijn. Dat betekent extra pulsje vanavond. Applaus voor Brian van Ree, Niels Goeree en Stef Krul.